Rami Malek en Lucy Borinton zijn een koppel. Dat bevestigde de Amerikaanse acteur tijdens een speech op het Palm Springs Film Festival. Malek won op het filmfestival in Californië de Brit Artroeg Performance Award voor zijn rol als Queen-zanger Freddie Mercury in de film Bohemian Rhapsody. De 37-jarige Malek kreeg lovende kritieken voor zijn weergave van de in 1992 overleden zanger. De 24-jarige Borinton neemt de rol van diens geliefde en muze Maria Austin op zich. Tijdens zijn acceptatiespeech naamde Malek Borinton, zijn directe tegenspeelster in de film, bij naam. Bedankt Lucy Borinton, aldus de acteur van Egyptische afkomst. Je was mijn bondgenoot, mijn vertrouwelingen, mijn liefde. Er gingen eerder al geruchten over een relatie tussen de twee acteurs. Die zijn nu dus bevestigd.